Ja, de klik is heel belangrijk voor overtuigen. Want dat betekent dat de ander zich voor je zal willen openstellen. En om een klik te krijgen moet je iets bijzonders doen. Wij voelen een klik met iemand op het moment dat we iets gemeen hebben met die ander. Om de ander te laten weten dat je iets gemeen hebt, moet je natuurlijk vragen stellen. En de beste tip die ik ooit heb gekregen daarvoor komt van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zei, de beste interviewer herken je aan de vervolgvraag. Ja, dus dat is niet degene die zegt, hoe was je vakantie als je terugkomt op kantoor en jij vertelt dat je in Toscane was. En die zegt, ja, gaan we nu weer door met het project? Of, oh, daar ben ik ook wel eens geweest. Nee, dat is degene die dan doorvraagt, wat heb je precies gezien? Dus de grote tip is, om een klik te krijgen, stel vragen en vraag door.